Nou, dat klinkt mij als muziek in de oren. Mag ik u zeggen, goedenavond, dames en heren, in Nederland, in België, op de Nederlandse Antillen. Maar vooral ook goedenavond, prinses Juliana en prins Bernhard. Want ik ga deze vuist speciaal voor u ballen. Ja, we waren ook weer gebleven op die 11 mei 1979. Het staat er allemaal, maar in grotere hoeveelheden dan destijds. Visjes, uitstekend. Van twee zijn het er drie geworden. Sapje heeft de goede kleur. Telefoon kan er ook mee door. Mooie bloemetjes. En het combo van Tony Eijk, dat altijd uit vier mensen bestond, is gegroeid tot zeven. Daar zit de maestro. Je ziet dat het nu anno 1987 toch weer beter gaat in ons land dan 8 jaar geleden. Alles is een beetje groter en luxueuzer opgezet. Wat gaan we doen vanavond? Een heel veel verrassingen heb ik voor u in petto. En we gaan nu echt niet allemaal filmpjes laten zien, maar we blikken toch even terug naar die gedenkwaardige 7e januari 1937. Toen prinses Juliana in het huwelijk trad met prins Bernhard in de Grote Kerk. Daar ziet u nog beelden van. Zwart-wit helaas, want kleur bestond er nog niet of nauwelijks. Maar voor de rest zullen wij hier een zeer kleurige vuist van maken. En een van de meest kleurige persoonlijkheden uit die 50 jaar Juliana en Bernhard, die komt zo meteen aan mijn tafel zitten. Die was van 1952 tot 1971 minister van Buitenlandse Zaken. Die heeft het koninklijk paar op al die buitenlandse reizen vergezeld. En kan er dus heel veel van verhalen. Meester Jozef Luns. Dag meneer Luns, ik heb er altijd neiging om u met excellentie aan te spreken. Dat kunt u gerust blijven doen. Ik dacht dat u hier binnen zou komen werkelijk kromlopend onder al de onderscheidingen die u in de loop der tijden heeft ontvangen. Dat is toch een merkwaardige gedachte. Waarom zou ik met onderscheidingen om een gewone kostuum komen? Ik weet niet, zo'n idee had ik. Ik denk, de heer Luns gaat iets geks doen of zo. Ja, nee, dan was het ook gek geweest. Ja. 19 jaar. En in uw boek, ik herinner mij, opgetekend door Michel van der Plas destijds, hebt u talloze anekdotes verteld uit uw lange ambtsperiode, maar eigenlijk niets over koningin Juliana en prins Bernhard. Ja, weet u, dat heeft iets te maken met een soort discretie die er tegenover koningin en leden van het koninklijk huis in acht diende te nemen. Nu is dat minder zo, maar dat was toch wel de bedoeling dat je daar niet te veel over zei. Juist, en vandaar. En zodoende. Maar u had genoeg te vertellen. Wel een paar anekdotes. Hebt u dorst? Nou, een beetje orange juice vind ik altijd wel lekker. Dat is jammer, ik dacht dat u champagne zou nemen. Ik hou niet erg van champagne. Nee, ik heb hier prachtige rosé champagne, daar is prins Bernhard ook dol op, heb ik mij laten vertellen. Ja. Dat is een hele goede champagne. Nou, ik maak hem straks wel open. Schoon. Ja, zo is het mij ter oren gekomen dat de koningin tijdens die buitenlandse reizen onvermoeibaar was. Oh, maar dat is volkomen juist. Ik ken geen vorstin, ik ken geen vrouw die zo onvermoeibaar is als de huidige prinses Juliana. En het was werkelijk ongelooflijk. Een kleinigheid, we waren in Zuid-Iran op een staatsbezoek aan Iran, aan de Shah dus. En daar bezochten we een ziggurat. Dat is zo'n soort piramideachtig gebouw uit de vierde of vijfde of zesde eeuw voor Christus. En als een berg geit ging de koningin naar de top. En het was 42 graden Celsius. En ze zei, meneer Luns, komt u niet mee? Ik zei, maar hij zei, u heeft niets aan een dode minister, dus ik blijf naar beneden. En tijdens al die verschrikkelijk lange vliegtochten die u gezamenlijk maakte, werd er druk gekauwd en gesproken, neem ik aan, en niet over staatszaken. Ja. Jawel, ook wel over staatszaken. Koningin die was erg geïnteresseerd, ook in de buitenlandse politiek. Wist er ook veel van en had uitgesproken ideeën. Het is me altijd opgevallen dat ze alles wat je cynisme kon noemen, daar was ze erg tegen. En wanneer je als realist, en ik heb de illusie dat ik er ben, soms een uiteenzetting gaf, dan merk je wel dat de koningin je verdacht van cynisch te zijn. En dat beviel er niet erg. Nee, ze kon ook wel scherp zijn soms. Ja, dat kon ze heel goed. Maar de meeste vorsten kunnen dat. Oh. Ik heb me laten vertellen, meneer Luns, dat u eens een keer met een bepaalde
onderscheiding, een van de vele die u hebt, bent binnengekomen en dat Hare Majesteit daar toen een vraag over stelde. Nou, het was. Wat u waarschijnlijk bedoelt is dat ik eens een ambassadeur heb voorgesteld in Soestdijk. En ik was de enige minister van het kabinet die nog ambtskostuum droeg. Dus ik was met witte broek en gouden bies en al het lekkers hier. Dat vind ik nou zo mooi juist. Ja, die dagen zijn nu voorbij. En toen daarna, na zo'n voorstelling, dan liet de koningin je glas sherry drinken en dan maakte hij een praatje. En toen zijn ze ineens wijzend op het kleine grut, dus dat zijn officierskruizen, ridderkruizen en medailles die je dan hier zo droeg, zijn ze beschuldigend. U draagt mijn huwelijksmedaille. Ik zeg inderdaad, meisje. Dan zegt ze, maar hoe komt dat? Dat kregen toch alleen officieren en was u niet zoiets als matroos? Dan zeg ik, inderdaad, meisje, maar ik hoop dat u me niet verdenkt dat ik een onderscheiding zou dragen waarop ik geen recht heb. Nee, zei ze, maar ik wil het toch wel weten. Zeg ik, wel nu, meisje, uw meisje heeft reeds overleden. Een grootvader, wijlen koning Willem III, heeft aan de commandant van de Amsterdamse weerbaarheid gedurende de tijd dat hij die functie had, de titulaire rang gegeven aan eerste luitenant. En aangezien ik de eer had, de erewacht van de Amsterdamse weerbaarheid als commandant voor te gaan bij het huwelijk, dus voor de kerk stonden we, heb ik als officier die medaille gekregen. Ach, zijn ze interessant. Ja. Ja. Het is zo typisch, want de koningin die heeft altijd de indruk gegeven dat ze decoraties eigenlijk maar een beetje nonsensicaal vond. En ik heb wel eens gezegd, jawel, maar uw meisje is zo verwend, u heeft alles wat je maar kan bedenken. En nee, ze vond het toch. Ik zeg, maar dan moet u eens denken, meisje, aan iemand die 25 jaar een functie vervult. Voor gehandicapten of op een ander terrein zonder enige betaling. En die wordt dan ridder Rooij en Nassau. En daar is zo'n persoon terecht ook zo buitengewoon blij mee. Ja, dat is misschien wel mogelijk. Ja, ja, ja. Zo was dat. Ja. Ja. Maar nu we het toch hebben over onderscheidingen en uniformen. Het is, als ik het goed heb, een kleine 11 jaar geleden dat er iets vervelends gebeurde ten aanzien van de uniformen van prins Bernhard. Ja, nou, ik wil u wel zeggen, en ik ben eigenlijk blij, meneer Duits, dat u me de gelegenheid geeft daar mijn mening over te zeggen. Ik heb het vanaf het begin onrechtvaardig, onjuist en vernederend gevoeld dat men praktisch verboden heeft aan prins Bernhard door een formule waarbij de prins zelf heeft gezegd, ik zal de uniformen niet meer dragen, om zijn militaire uniformen te dragen. En ik vraag me ook af of dat wel kan. Kan je een luitenant-admiraal, kan je een generaal, kan je generaal van de luchtmacht verbieden je uniform te dragen? Dat kan niet. En ik vind het ook voor de krijgsmacht vernederend. En ik, als ik, die kansen zijn gering, als ik nog in de regering zat, dan zou ik toch wel alles doen om dat te herroepen en aan de prins te verzoeken op passende gelegenheden zijn uniform weer te dragen. Heb je het één keer? U hoort het. U hoort het, meneer Duijs, Vox Populi. Goed publiek, hè? Goed publiek, uitstekend publiek. Ja, ik vind dat heel fijn dat u dat gezegd hebt. En ik denk dat deze woorden ook met warmte op Paleis Soestdijk ontvangen zullen worden. Daar ben ik heilig van overtuigd. Maar waar blijft u nog die ene anekdote over het Koninklijk Huis, of het Vorstelijk Huis, ik moet zeggen? Want u hebt ze in legio, daar ben ik van overtuigd. Nou, ik herinner me, we waren op staatsbezoek in Ethiopië. En Haar Majesteit, prins Bernhard en prinses Beatrix en het gevolg waartoe ik behoorde, die waren het Jubilee Palace, een van de paleizen van Haile Selassie, gegeven om daarin te wonen. Het was buitengewoon comfortabel. En bij het déjeuner, dus en famille om zo te zeggen, voordat de eigenlijke staatsbezoek begon, zei de koningin tegen me, moet u toch eens zien, meneer Lund. Zelfs de asbakken zijn van massief goud. Borden, messen, alles van. Ik zeg, maar wat zijn de bezwaren?
En zei ze, ja, maar meneer Lund, dit land is zo arm. Zeg maar, wat zou de negus negesti, de koning der koningen, dan moeten doen? Nou, hij zou het goud nog kunnen verkopen en daar een brug van kunnen bouwen. Dus zeg maar, hij zit in dit land, daar zijn 493 bruggen moeten gebouwd worden. En als er dan voor dat geld van dat gouden brug werd gebouwd, dan zou er nog 492 gebouwd moeten worden. Daarboven, zeg, de monarch in Afrika en in dit soort landen, die moeten grote pompen worden omgeven. Dat verwacht de bevolking. Daarboven, ik kan me vergissen, maar ik meen te weten dat uw majesteit 200 gouden en 800 zilveren borden bezit. Toen zei ze, nee meneer Lund, nee, niet 200 gouden. 200 borden van Vermeij. Nou is Vermeij zilver met een buitengewoon dikke laag goud erop gesmeerd. I stand corrected. En enfin, zo zijn er wel meer verhalen ook. Ook eens, ja, ik weet natuurlijk niet, je moet natuurlijk een beetje voorzichtig zijn met al die verhalen naar buiten te brengen, maar ik waag het nou, u moet niet naar die andere kijkers denken, nee, maar vertel het maar aan mij. Ik herinner me, we gingen op weg naar Iran voor een staatsbezoek. En in het vliegtuig, we zouden landen in Rodos, zei de koningin tegen me, meneer Lund, wilt u met mijn lunch dejeuner? Toen zei ik van grote heermaat, toen werd een vierkant tafeltje opgesteld en daar majesteit ter plaatse en de grootmeester, de heer Van Linden en de grootmeesteres. Ik geloof het was nog mevrouw Van Tuylen en ikzelf. En toen na 5 minuten zei de koningin, maar we krijgen hier niks te eten. En toen zei een hofmeester, de majesteit, de soep moet nog een beetje verwarmd worden. En toen na 3 minuten zei hij, maar werkelijk, we zitten hier voor gek. Toen zei ik, majesteit, kent u majesteit het verhaal van uw majesteit, er is overleden ambtgenoot koning Lodewijk de 14e. Die had aan zijn gevolg gezegd om 4 uur precies in La Salle d'Horloge van Versailles aanwezig te zijn voor een of andere plechtigheid. En de monarch die kwam om 3 minuten voor 4 en het gevolg kwam om 2 minuten voor 4, waarop de koning met gefronste wenkbrauwen zei, monsieur, j'ai failli attendre, ik heb bijna moeten wachten. Waarop de koningin zei, ik heb begrepen meneer Lund. Mag ik u heel hartelijk danken voor dit gesprek. Zeer onprijzig van jou. Ja, het is hier warm in de Singer Concertzaal in Laren, maar het is ook een warme middag in ander opzicht. En nou begin ik langzamerhand, en u misschien ook, de kijkers thuis, mij af te vragen of er op Paleis Soestdijk wel gekeken wordt. En zoals u weet, in ons land met die democratie kun je het Paleis Soestdijk zo opzoeken in het telefoonboek. En ga ik hem even doen. Waar een mooi boek trouwens, hè? Mooie kleur. Ja, ik heb ook een bijkleurende pen, zoals u ziet. Waar een 2, 1, 5, 4. De Britalen hebben de halve wereld. Spannend hoor. Oeh. Paleis Soestdijk, goedenavond. Goedenavond. Zou u mij kunnen verbinden met prins Bernhard? Hallo. Hallo? Hé. Meneer Duits, we zitten net naar u te kijken. Oh, dat is leuk. Dus dan zie je me nou ook nog. Mag ik prins Bernhard even aan de telefoon? Opa. Ja, hallo? Goedenavond, koninklijke hoogheid. Dag, meneer Duits. Ik heb zojuist een gesprek mogen voeren met de heer Luns. Ja. En nou vroeg ik me af of u daarnaar gekeken had. Ik was net even in de keuken, maar ik heb niet helemaal kunnen volgen nog. Oh, dat is jammer, want hij heeft kostelijke anekdotes verteld over staatsbezoeken van u en uw echtgenoten aan Iran onder andere en aan Ethiopië. Ja, daar valt genoeg van te vertellen natuurlijk. Ja, ik vind het wel leuk van uw kleinzoon te horen dat u zit te kijken. Wie was het? Dat was de Bernardo van Christine. Ah, Bernardo. Ja. Is uw vrouw ook aanwezig? Dan zal ik haar even geven, ogenblikje. Kom even. Dat gaat goed. Ja. Hallo? Ja, goedenavond, koninklijke hoogheid. Dag, meneer Duis. Enig dat ik u aan de telefoon heb.
Ja, ik hoop dat u niet boos bent dat ik zomaar pardoes u heb opgebeld, maar... Nee, maar we hadden het dan toch afgesproken. Ja, inderdaad, dat geef ik toe. Goed. Ziet u, ja, ik schrik er altijd een beetje van. Maar vond u het leuk wat de heer Luns vertelde? Was u niet boos? Nee, het zijn verrukkelijke verhalen en het is heerlijk om dat gewoon weer eens te horen. En het op deze manier weer te herbeleven. Ik vind het verrukkelijk om naar te luisteren. Ik vind het een heerlijk programma, vooral ook om naar te kijken. Ook de kleinkinderen zijn hier en Christine dus enig om u weer eens op televisie te zien. Nog een laatste vraag, Koninklijke Hoogheid. Ja. U wordt deze dagen voor het Gouden Huwelijk en voor uw 78e verjaardag zo overstelpt met beelden van voorheen en wat iets meer zei. Ja. Hoe ondergaat u dat allemaal? Dat is een gevoel van warmte, van, ja, vooral in deze tijd waarin zoveel tegenstellingen zijn en waarin mensen zo weinig van elkaar kunnen velen, is het verrukkelijk om te beleven dat Nederland toch weer even saamhorig is en zijn goede hart laat spreken. We vinden dat heerlijk, we genieten daarvan en ik moet u zeggen, wij kijken ook uit naar die dag waarop wij ons 50-jarig huwelijk weer kunnen vieren. Dat is heerlijk, heerlijk vooruitzicht. Mag ik u heel hartelijk danken, prinses Juliana, en mag ik u alvast verklappen dat we straks in de loop van deze uitzending nog een groot aantal geheimpjes zullen ontsluieren die zelfs u, Koninklijke Hoogheid, niet bekend zullen zijn. Dus ik zou zeggen, blijft u vooral aan het toestel. Ik ben bijzonder nieuwsgierig. Ik wens u bijzonder veel succes met uw programma, ook mede namens mijn man. Dank u heel hartelijk. Dank u heel hartelijk. Dank u. Ja, we hadden het over al die buitenlandse reizen. Er was altijd natuurlijk wel een harmoniekorps of fanfarekorps of een plaatselijk orkest of een zangvereniging om aan het vorstenpaar hulde te brengen. Vokaal dan wel instrumentaal. En nu weten wij dat prins Bernhard en prinses Juliana uitermate gesteld zijn op tropische, tropicale muziek. En daarom hebben wij gevraagd uit Suriname hier te komen de Dutch Rhythm and Steel Show Band. September, October, November, December.
Weer even zo'n klein geheimpje van Soestdijk. Zoals u weet draagt prins Bernhard altijd een witte anjer. En die is altijd vers. En als hij dan op statiebezoek is, dan worden die witte anjers ook aangevoerd per vliegtuig. En de prins die wil niets weten van zo'n vaasje erachter. Het moeten altijd verse witte anjers zijn. Nou, dat is niet altijd even gemakkelijk als ze daar in de Rimboe vertoeven of een berg beklimmen of een kathedraal of wat dan ook. De keren dat u prins Bernhard op foto's ziet zonder zijn witte anjer, dan draagt hij gewoon een tropenhemdje of is zelfs een beetje bloot van boven, want dan was er op dat moment geen anjer aanwezig. En dan doet hij zijn jasje dus maar uit. Dan heb ik er hier eentje, koninklijk hooguit, als u nog zit te kijken. Die is van plastic, nou, je kan het verschil haast niet zien. Ja, ik kan hem gewoon in de vissenkom stoppen, gebeurt er niks. Maar dat is niet goed, hè? Nee, dat doe ik niet. Dat is misschien een oplossing voor u op die verre tropische reizen. Hoe begon het? Ja, we hebben net een stukje trouwfilm gezien, maar er waren ook foto's. De eerste foto van prinses Juliana en prins Bernhard von Liepe-Biesterfeld, die we nog helemaal niet kenden. En de man die die foto's nam, komt nu naast me zitten. Simon E. Smit. We gaan dus terug naar eind 36, neem ik aan. Ja. Hoe ging het precies? Nou, niemand wist het natuurlijk. Nee. Het was natuurlijk een geheim. We leefden al in een sombere toestand in Den Haag. Hoezo somber? Nou ja, hoezo somber? Het was niet veel te doen. Het Koninklijk Huis, iedereen was bang dat het Koninklijk Huis zou uitsterven. En op een gegeven moment kregen we bericht tot er een verloving is. Nou, ik reed op een motortje, een klein motortje. En ik kwam in de buurt van Leiden. En daar ontdekten ze met een Ford V8. Ja. Een klein vochtje en daar was ze dan allebei. Dus ja, ik... Kijk, een brutaal mens hebt de halve wereld. Jezus. Dus ik kan buigen en buigen. En ik meegekomen. En dus ik kreeg daarvoor naar het Paleis Noordeinde. En ik riep tegen allemaal die journalisten en de collega's van Polygon die er waren. Van, daar hebben ze, daar hebben ze. Nou, en toen kwamen ze eraan. En we hadden toen helemaal geen last van mensen van de RVD of iets dergelijks. Nee. We konden precies doen en laten wat we zelf wilden. Nou, toen kwam de koningin naar buiten toe. Nou, de prinses weet, toen nog? De koningin Wilhelmina kwam naar buiten toe. En prinses Armkracht en prins Aswin kwam naar buiten toe. En dan moet je natuurlijk niet vergeten dat er in die dagen voor ons heel iets bijzonders was. De prinses verloofd. Nou, en toen kwam de prins onder dat vocht. Nou, niet te geloven. Hij veroverde er ineens heel Den Haag. En alles was een toestand van brullen en blazen. Tot 's nachts 1 uur stonden de mensen, Benno, Benno, Benno. Hoezo Benno? Nou, dat klonk beter. Bij het volk natuurlijk. Ja. Want Bernhard, dat kan je niet roepen. Nou, hey, ik zie hier een fragment uit een krant van die tijd. Daar staat inderdaad prinses Juliana, prins Benno en prins Aswin. En dat zijn foto's die jij gemaakt hebt toen? Nou, dan is het zo. Ik heb daar ongeveer zo een dag of 5... van 's morgens 7 tot 's nachts 12 bij het monument gestaan van Willem de Zwijger. Nou, die zijn niet veel. En... maar op een gegeven moment, ik volgde de prins en de prins ging naar de kapper toe. En ik, het grote man, ik zeg, koninklijke hoogheid, ik was een broekje. Die was 17, 18 jaar, wat wil je? Ja. Ik zeg, is het niet mogelijk dat ik binnenkom? Die zegt, daar heb ik toch niks over te zeggen. Ik zeg, ik ben niet pas. Sprak je goed Duits toen? Heel goed Nederlands. En met gevolg, ik stond er weer op de post. Toen kwam er al een kei naar buiten en die riep me. Hij zei, je mag morgen om 10 uur komen. En heb je toen deze foto ook gemaakt? Net deze zag? Foto, ja. Deze? Deze, ja. En je mag om 10 uur komen. Nou, ik kwam om 10 uur daar. En toen werd ik naar, we hadden een oud autootje. Ja. Heel oud autootje. En een hele oude koffer. En ik werd netjes aangepakt. De koffer werd aangepakt. Ik denk, jezus, Mina. Direct flikker de boel eruit. Ja. Maar zo oud was het. En, nou, ik naar boven toe. En ik kwam in de kamer en daar was dan de koningin, of de prins Aswin. Zo gaat weer, hoor. Nee, je gaat niet. En alles kwam daar, en ook, dus ik ging foto's maken. Ik denk, ja, ik moet toch gaan fotograferen. Toen hadden ze me beloofd, ik mocht maar 1 foto maken. Ja. Ik heb er 40 gemaakt. En dat ging nog zo met een oude camera. 21, 22, stilzitten. Ja. En toen zei ik, is het niks mogelijk dat ik in de tuin mag fotograferen? Ja, zegt iemand, je verlangt nou wel veel. In die tussentijd kwam de koningin binnen. En toen kwam de koningin en toen had die lakei gezegd, als de koningin binnenkomt, netjes in de houding blijven, buigen. Dus ik stond netjes heel mooi en beleefd. En toen zijn we naar buiten gegaan. En dan ben ik op de fiets gezet.
Maar het kardinale punt, er was geen damesfiets. En toen? En ik zeg, ja, jezus mensen, de kranten willen het ook, de koning of de prinses op de fiets zien. En toen ben ik de volgende dag teruggegaan, heb ik toestemming voor gekregen. En toen heb ik een tandem gehuurd. Dat is die beroemde foto? Dat is die is de hele wereld door geweest. Ja. Heb ik een tandem gehuurd, maar ik kwam bij die kerel in de Molenstraat. Ik zeg, meneer, mag ik een tandem van u huren? Zeg, jij? Die vent? Zeg, ja. Hij zegt, waarvoor heb je hem nodig? Ik zeg, nou, dat is voor de prinses. En de prinses, ja, dat is even kijken. Ja? Maar die man vertrouwde me niet. Hij zei, ik breng hem dan op het paleis. Ja. Ik zei, wat kost dat? Zit die twee kwartjes. Ik heb die tandem gehuurd, ik heb ze laten fietsen. Maar het was een half uurtje aan de gang, want ze vonden allemaal veel gein in. De koningin stond ook te kijken, koningin Wilhelmina. Maar de half uur was om. Ja. Dus ik moest die fiets terug. Ach, jee. Ik zei, koninklijke hoogheid, neemt u me niet kwalijk. Ik zei, ik moet die fiets terug. Ik zei, want die is gehuurd. Ja. Gehuurd, zegt hij. Ja. Wordt hij niet aangeboden? Ik zei, helemaal niet. Ik zei, die is gehuurd. Toen moest ik met die fiets aan de hand weer terug. Schitterend. En nou ja, na die tijd heb ik een hele goede relatie aan overgehouden. En een lintje, zoals ik zie. En een lintje. Ik ben ridder van de Rode Nassau. Dus, ja. En is het nou waar dat toen prins Bernhard, die zelf een groot amateurfotograaf is, op zijn beurt weer een foto van jou heeft gemaakt? Je hebt van mij een foto gemaakt. Hij zegt, want hij heeft toen in de tuin heeft hij die diverse platen ook meegemaakt. Ja. En toen heeft hij van mij een foto gemaakt. Is dat een, was jij dat? Ja, dat was ik. Tjonge, jongen. En dan moet je eens nagaan dat je, nou, die camera die er is, dat is panels, dat is allemaal platen. Ja, platen in, uit. Platen in, platen uit. Ja. Dus het was dat is zo breekbaar als maar enigszins kan. Begrijp ik. Je drinkt niet. Proost. Op het Koninklijk Huis. Nou, vind ik ook. En we moeten het daar helaas bij laten, Simon. Want ik weet dat je kan nog uren doorvertellen. Maar we hebben nog zoveel interessante gasten. Maar ik vond het erg leuk om deze anekdotes even... Ik mag het wel even uitdrinken. Jawel, maar je mag ook daar drinken, hoor. Ja, nee, dan moet ik het weer meenemen. Ga weer een geheimpje ontsluieren. U krijgt zo meteen te zien een foto van het huwelijk, het burgerlijk huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard. En dat werd in Den Haag gesloten en de burgemeester daar was toen burgemeester de Monchy. En die had een groot bezwaar tegen dat daar microfoons bij aanwezig zouden zijn. Maar Willem Vocht, toen de grote man van de AVRO, die nam daar geen genoegen mee. Die zei, wij moeten dat geluid natuurlijk kunnen uitzenden voor al onze luisteraars. En die heeft toen deze dingen laten ontwerpen. Zilveren standaard, zou je kunnen zeggen, maar dit is gaas. En dit kan open, daar zaten de microfoons in verborgen. Ik laat u de onderkant zien op camera 1 maar eventjes. Kijk, met dat gat, daar liep dat snoer doorheen van de microfoon. En deze twee dingen, die stonden dus op tafel. Voor het vorstelijk paar, daar hebt u er eentje. En wat ze zeiden, dat kwam door bij de luisteraars. Toen, van de AVRO, de echte luistervinken. En dan vraagt u zich af, waar heb je die twee dingen vandaan gehaald? Ook dat kan ik u verklappen. Die stonden gisteren nog op het bureau van Wallis de Vries, de voorzitter van de AVRO. En daar staan ze morgen weer, denk ik, geheel opgepoetst. Nou, het is weer zo'n leuk dingetje. Mensen op de Antillen, mensen in België, mensen in Nederland en leden van het Koninklijk Huis, zij kijken vanavond naar dit programma. Maar wie zeker niet kijkt, is Johan Cruijff. Die heeft toch 48 keer het oranje shirt gedragen. De beste voetballer die we ooit gehad hebben. De zeer gelukkige coach van Ajax na Zaragoza. En nog gelukkiger gisteravond dat PSV met 2-0 van PEC heeft verloren. Dus als Johan Cruijff ooit een heerlijke verjaardag heeft gehad, dan is het wel vandaag. Wat gaan we doen? Ja, we hebben het al over die bruiloft, dus ik wil u eens meenemen naar de koninklijke stoet. Loopt u even met mij mee? Daar is die koninklijke stoet en naast mij staat de heer Veldhuizen van het Oranje Museum in Baren. Dat klopt. En die maquette die is hier een meter of 5 lang, taxeer ik, maar in werkelijkheid nog veel langer, hè? Als die in het museum opgesteld wordt, want het museum is nog niet klaar, dat wordt pas 30 april geopend. Ja. Niet officieel, maar officieel in midden mei. Dan is de stoet 21 meter lang. Dan is het hele regiment grenadiers is aanwezig, de marinierskapel,
het Korps Mariniers, dan is die absoluut compleet. Het enige wat we niet precies weten is de juiste volgorde, want we zouden eigenlijk een opperstalmeester erbij moeten hebben. Nou, dat regelen we toch voor u? Nee, toch? Ja, natuurlijk. Ja? Is dit de opperstalmeester daarachter? In principe is dit hem op de Witte Schimmel. Ja, ja. Ik geloof dat hij gewoon stalmeester heet. Niet gewoon, nou, dat is ook goed. Is ook goed. Ja. Wie heeft deze prachtige poppetjes in die koets en zo gemaakt? Nou, we hebben daar ontzettend veel navorsingen gedaan. En het laatste bericht is dat die in het eind 40e jaren gemaakt is door Joop Geesings Dollywood. En daar hebben 10 mensen lang 1 jaar aan gewerkt. Geloof ik graag. Het is niet de trouwstoet, het is de kroningstoet 48 van koningin Juliana. Voor zover wij hebben kunnen nagaan, is het de kroningstoet uit 1948. Even kijken, dan moeten wij dus prins Bernhard en koningin Juliana in die koets herkennen. En dan zit daar nog een witte jonge dame met een oranje sjerp binnenin. Dat zou een hofdame moeten zijn. Was dat volgens het protocol dat een hofdame er ook in zat? Dat weten we niet. Weten we niet. Nou, dan zal ik dat inderdaad aan de heer Bischof van Heemskerk zelf maar moeten vragen straks. Bijzonder graag. Goed zo. Ik wil nog iets zeggen over het museum. Dat vind ik toch wel dat het Nederlandse volk dat mag weten. Alles wat in het museum staat is bijeengebracht door de oranje verzamelaars uit Nederland. Dus het is een museum wat gevuld is, 60 meter lang, met allemaal oranje artikelen, mag ik het zo zeggen, die van Nederlanders, oranje Nederlanders afkomstig zijn. Ik kan u alleen maar aan een paar goudvissen helpen, maar goed. Nou, graag. Daar hou ik u aan. Ja. Ja. Goed zo. Heel veel succes daarmee. We kunnen namelijk nog dingen gebruiken. Ja, dank u. Toen bekend werd dat wij vanavond deze speciale vuist zouden gaan ballen, kregen we van alle kanten leuke brieven, tips, telegrammen, telefoontjes en wat iets meer zijn. En er was één dame die schreef ons een hele leuke brief uit Den Haag. Welke was u dat? Ja. U bent mevrouw Lelieveld. Mevrouw Lelieveld. Ja. En vertelt u nou maar eens aan alle kijkers wat u op uw hart had. Nou, het is zo dat ik ben dus in hetzelfde uur geboren. Als? Als prinses Juliana. En ik heb dus ook alle 5 de namen. Ja? Hoe heet u dan officieel? Nou, ik heet dus Juliana, Louise, Emma, Maria, Wilhelmina. Wat enig. Dus u viert volgende week ook uw 78ste verjaardag? Ja, zeker. Ja hoor. Maar mijn vader heeft er wel een week op moeten wachten. Hoe bedoelt u? Op die namen, voordat het goedgekeurd werd. Ah ja. Bent u er als jong meisje mee geplaagd? Nou, nee hoor. Nee, dat niet. Nee? Nee. Gelukkig nee, maar. Nee. Nou, heel hartelijk dank voor uw komst hier naartoe. Ik kan ze niet allemaal onthouden, maar u heet mevrouw Lelieveld. Ja. En daar ben ik weer terug aan de tafel. En nu gaat er iets heel bijzonders gebeuren, dames en heren. Want er was, lang geleden alweer, 16 jaar geleden, een lichte parodie op die opperstalmeester. U zult dat allemaal zich nog kunnen herinneren. En nu heb ik naast mij de heer Bischof van Heemskerk zelf. Hartelijk welkom. En naast hem de schrijver van deze magnifieke cabarettekst, Michel van der Plas. Michel. En de heren hadden elkaar tot dit moment nog nooit eerder ontmoet. Eerst een paar vragen aan u. Ik haal die termen een beetje door elkaar. Stalmeester, opperstalmeester. Ik was gewoon eerste stalmeester. Dat was mijn officiële functie. Tegenwoordig bestaat hij niet meer. Is alleen een stalmeester. Heet die stalmeester. Ja. Maar mijn echte werk was stalmeester. Ja. En dat bestaat nog. En dan bent u honorair kamerheer. Kamerheer ben ik geweest voor het gemak om ook dienst te kunnen doen bij andere dingen. Niet alleen in de stal. En wat meneer Van der Plas blijkbaar nog vergeten was om te vertellen wat ik allemaal nog meer deed. Maar er was nog wat meer dan de stallen, ja. En dan bent u ook nog groot officier? Dat is een erefunctie die je krijgt als je, laten we zeggen, zoals ik 35 jaar niks gestolen heb en niet je netjes hebt gedaan. En u bent ook nog brigadegeneraal van de cavalerie? Ja. Als adjudant begon ik, was beroepsofficier, ja. Ja, ja. En u hebt daarnet misschien ook die maquette gezien van die kroningsstoet. Ja. Klopte het?
Ja, ik vond mezelf geflatteerd, maar verder klopte het wel. Over een hofdame lijkt me, u overvalt me nu, ja. Maar dat lijkt me uitgesloten. Ja, dan moet die pop moet eruit. Het ja. Museum in Baren, pop moet weg. Ze droeg nog een mooi groot kruis. Dus het moet nog een het had nooit een hofdame geweest zijn. Dat was hoogste grootmeesteres, maar die heeft nooit in die goudkoets gezien. Nee. Dat weet ik wel zeker. Nee. We gaan zo een fragment zien uit die legendarische conferentie, maar eerst nog even aan Michel van der Plas gevraagd hoe dat stukje eigenlijk tot stand kwam. Het is, het was niet de eerste stalmeester die ik schreef. Dat was Luc Lutz. Ja, er was een radioprogramma, een satirisch radioprogramma, enkele jaren tevoren al begonnen, Cursief voor de KRO. En voor dat programma heb ik mijn eerste parodie geschreven op de stalmeester. En we hebben dat toen gedaan voor een programma dat heette Nationaal Programma. Dat was een programma van een vol uur dat in zijn geheel een parodie was op de radioverslaggeving, die radio- en televisieverslaggeving die op koninginnenverjaardagen altijd te horen was. En daar is de eerste, ja, laten we zeggen, stalmeester opgevoerd. Toen nog vertolkt door Luc Lutz. Ja. Die had een aanzienlijk bekakter geluid nog dan Sonneveld later op het toneel aannam. Maar ja, die stalmeester is daarna ook nog verschillende malen terug geweest in datzelfde Cursief programma. Wanneer er buitenlandse reizen van Hare Majesteit en de prins waren en wij de stalmeester commentaar lieten geven op de gebeurtenissen. Misschien mag ik u beiden even interromperen, want het spreekt wat gemakkelijker als we dat fragment weer wat verser in ons geheugen hebben. Het werd gelanceerd in november 1971 in dezezelfde vuist bij mij aan tafel. Sonneveld zei, ik heb hier een prachtig nieuw nummer, mag ik het bij jou komen doen? En we gaan nu kijken naar dat voor mij ook historische moment. Zal ik het maar doen dan? Ja, verrukkelijk. Kom. Oh, mag ik me even verkleden? Ja, wat ga je nou doen? Ik ga de stalmeester doen. Nee, maar heb je een jas? Weet jij intussen wat het toppunt van brutaliteit is? Nee. Probeer aan Wim Kan een Japanse auto te verkopen. Dat is een goeie. Nou. Aan het gewone valk vraagt zich wel eens af, wat doet zo'n stalmeester nou eigenlijk de hele dag? En het schijnt dat men daar de meest vreemde voorstellingen van heeft. Zo denkt men bijvoorbeeld dat ik de hele dag in de koninklijke stallenrand hang. Kijk, dat doe ik natuurlijk niet. Daar heb ik de stallenjongens voor in Den Haag. Voor de paarden en de voertuigen. Van de gouden koets tot de rode Ferrari. En daar ben ik meester over, of liever gezegd bovenmeester. Want afstand moet er wezen. Er is al genoeg waardevol voor de kloten gegaan, luister. Versobering noemt men dat. Ja, allemaal hoela. Het wordt anders maar een kale boel in dit kleine landje hier. Neem dan bijvoorbeeld die alleraardigste ceremonie van het aanbieden van het eerste kievitsei. Dat was voor mij en de kanagen en de prins en allemaal, zo eind maart, begin april, iets waar je naar zat uit te kijken. Het kon je zelfs gebeuren dat er iemand je bureau binnenliep en opeens tegen je zei, is dit je er al? En als het eetje dan kwam, dan werd het binnengebracht door de vendor, meestal een gewone boerenpolderjongen, op zijn zondags, familie erbij, ook op zijn paasbest, teetje in een mandje. Burgemeester erbij van het gat waar zo'n jongen woont in Friesland, dus meestal ook nog een of andere rode rakker, als u wilde, ik bedoel. Maar toch een zeer kleurig gezicht in onze ambiance. En zo hoort het ook. Het gewone volk wil dat eetje. Het gewone volk wil het vertoon van de kroon, zeg ik altijd. De franje van Oranje. De eis van het paleis, want dat bewijst 30 april. Dan komen ze toch allemaal maar weer opzetten. Op 30 april sta ik op zee van het bordes achter een canifair. Men ziet mij niet, maar ik ben er wel en zo hoort het ook, want alles moet vlotjes verlopen. Met de blam op de tree hebben we hoegenaamd geen last. Het gaat er meestal om wat er de treeën opkomt. Neem bijvoorbeeld eens alle kruienkoeken en krenten mekken. Uit een of andere achterhoek van dit land.
Mijn taak is dan krantenmek aanpakken. Tussen de tanden door sessen tegen de gister. Knikje maken, achteruit de trap af en wegwiezen. En daarna de krantenmek achter de rhododendron, zo de middag. Dat vooral, ja, dat laatste. Mag ik u, voordat we verder praten, een licht alcoholische versnapering? Ik vind een champagne, dat vind ik heel lekker, ja. En het is daar heb ik altijd van gehouden, ook nog de hele goeie. Ja, dat zei de heer Luns ook al, u bent kenners, hè? Ja. Is het waar, stond u daar terzijde achter die conifeer? Ach, de bedoeling van de hofhouding is dat ze niet op de voorgrond treden. En tot mijn spijt ben ik er blijkbaar eens buiten gegaan. Waarom, weet ik ook niet, maar... Ook toen iedereen het civiele huis al lang hun uniform had afgeschaft, was ik de enige voor de stoet die nog aan het pak liep. Dus ik viel meer op. Maar er is een goede gewoonte eigenlijk dat leden van de hofhouding nooit een interview weggeven, nooit optreden in een vuist of iets dergelijks. En, maar ik heb toch gemeend, gezien dit grote feest, dat ik daar een keertje een uitzondering voor kan maken. Nou, dat wordt buitengewoon op prijs gesteld, kan ik u verzekeren. Bent u er ontzettend mee geplaagd? Nadat Zonneveld dit had gedaan? Ja, allicht, ja. Maar waarom? Omdat er natuurlijk... Maar daarom is het zo geest geschreven. En dat is Michel van der Plas. Die heeft wel meer geestige dingen geschreven. Maar het was toch dicht bij de waarheid. Met een hoop fantasie natuurlijk. Ja. Maar er zit zoveel waarzin en zo levender zin van... Over die krentenmikken, dat ze die niet allemaal kan eten. Nee. Natuurlijk niet. Alleen, ze gingen niet achter rhododendron. En ik kreeg ze ook niet mee. Nou hou ik ook niet van krentenbrood, maar als zou ik ervan gehouden hebben. Dat had ik die nog niet gekregen. Maar die ging altijd netjes naar het huis toe. Ja. Ze at ze niet zelf. Nee. Nou, ik ken Michel wat langer dan vandaag. Het is zeker nooit zijn bedoeling geweest om te kwetsen in dit geval. Of iemand belachelijk te maken. Nee, ik kende trouwens meneer Bischof niet. En ik wist in die tijd eigenlijk nauwelijks dat de stalmeester die naam droeg. Ik schreef voor het Vaderland Weg over een stalmeester waarvan ik dacht dat die wel aan het hoofd zou staan van het gebeuren. Maar ik kende hem niet. Nou, op de persoon is het dus niet geschreven. Ja, dan moet ik u toch even in de reden vallen. Ja? Want ik heb van u een paar jaar geleden een interview wat u toen gaf. Ja, ja. Heeft u gezegd dat u me kende, dat u veel over me, van me gezien had. Nee hoor. En bovendien dat ik altijd ruzie met de pers had. Dat is het waar? Ja, ja. Nou, ik heb het bandje nog voor u. Nou. Maar ik was daar het meeste boos over, want ruzie met de pers heb ik wel eens een keer gehad. Ja. Ja. Maar dan was het alleen als de pers niet... ik zou niet deed wat ik wilde, maar zich niet aan de afspraak hield. Ja. En dan ben ik wel eens ingegrepen. Maar ik heb nog een hartsvraag die me al jarenlang op de lip ligt en menig een, neem ik aan. Is het zo dat de koninklijke familie zelf aanstoot heeft genomen aan dit nummer? Dat mag u wel vertellen. Dat is... Nee, ik geloof dat iedereen erom gelachen heeft. Nee. Nee, en het was ook niet, ik bedoel, het heette de stalmeester, maar het ging helemaal niet over mij. Het ging niet over de hofhouding, het ging over de koninklijke familie zelf. Ja. En die kun je op die manier benaderen. En daar hadden ze mij naam op geplakt, maar dat was ook alles. Ik moet u zeggen, er is ter gelegenheid van het gouden huwelijk en ook van de verjaardag van de koningin... Eén boek, er zijn meerdere boeken verschenen. Dit is een heel leuke, 50 gouden huwelijksjaren... waarin tal van prominente Nederlanders, 50 in getal... een kleine opdracht aan het vorstelijk paar hebben geschreven. En het is verlucht met vele foto's. En ik wil u allebei in ieder geval zo'n boek meegeven. En dat geldt ook voor de vorige gasten die ik het vergeten ben te geven... maar dat komt straks wel in orde. En Michel ook. Dankjewel. En wij zijn u beiden buitengewoon erkentelijk nogmaals voor uw komst. Het is dus een uitzondering op de regel geweest... Maar ja, dit hele programma is een beetje een uitzondering op de regel. Dus. Wij zijn u dankbaar dat u, dat Willem Duis weer hier voor zijn kom met vissen zit en erin kan staren voor alle Nederlandse kijkers. Dank u vriendelijk. Voorzitter. Een van de aardigste brieven die wij kregen was van mevrouw Nederveen uit Maastricht. Ze heeft een hele bijzondere belevenis gehad met toen nog
prinses Juliana. En ze beschreef dat voorval zo beeldend in haar brief dat we ervan overtuigd zijn dat ze dat nu mondeling nog eens een keer zal doen hier aan tafel. Komt u, mevrouw Nederveen. Voor ik het vergeet, mag ik ook u wat inschenken? Nee, dankjewel. Goed zo. Hebt u een Limburgse fly bij u? Nee? Had ik meegebracht. Heb je nog niet ervan gezien? Nog niet gezien, nee. Krijgt u nog een stuk? Ja, die heeft Bischof van Heemskerk zeker weer achter de rode bendels gelegd. Zo. Nou, vertelt u dus. Het verhaal speelt zich af pal na de oorlog, hè? Dat was na de bevrijding van Noord-Nederland, meneer Duis. Dat was mijn vriendin Ruby en ik hadden gelift tot Nijmegen, waren daar gebleven en hadden daar overnacht. En wij wilden naar Tilburg gaan, daar waar haar familie woonde. En wij stonden te liften langs de weg. En liften, dat was voor ons iets heel nieuws, want wij kwamen uit dat bevrijd gebied. En liften, en we zeiden we nemen een jeep, want dat vonden we het leukst. En wij keken dus helemaal niet naar andere auto's, wij wilden een jeep hebben. Ja. Maar inmiddels was er toch een auto voorbijgekomen, een militaire wagen. En daar kwam een officier naar ons toe. En we zeiden tegen elkaar, ja, je kunt niet nee zeggen, want dat is gek natuurlijk. We zullen maar meegaan. Die jeep komt nog wel een keer. En die officier kwam naar ons toe, hij vroeg waar we naartoe moesten. Wij zeiden naar Tilburg, hij nam onze tassen. En wij zagen wel dat er een dame opschoof. En plaats maakte voor ons, maar vlak bij de auto zei hij ineens, de prinses zit in de auto, die vraagt of u mee wilt rijden. Ja, wij keken die man aan. De prinses drong helemaal niet tot ons door. En we zagen eruit, we hadden verstelde jurken en gore schorten en blote benen en afgetrapte schoenen. Ja, en wij kwamen die wagen in en we schaamden ons echt wel een beetje. Maar de prinses die gaf ons een hand en ze zei, mag ik je weten hoe jullie heten? En wij zeiden dus Hanneke en Ruby. En waar komen jullie vandaan? En nou, daar zaten we en daar gingen we. Dat was natuurlijk een ontzettend leuke ervaring. Tot en Tilburg helemaal? Ja, maar we hebben zoveel gepraat. Want ik zei tegen haar, ik moet u eerst eens heel goed aankijken, want ik heb u nog nooit gezien. En toen heb ik toch wel wat erg indringend gekeken, want ze sloeg de handen voor het gezicht en ze zei, u maakt me verlegen. Ja, ik weet ook precies wat ze aan had. Ze had een donkergroen mantelpakje en een kemmeljas en nylons. Dat hadden we nog nooit gezien. En toen zei Ruby, weet u wel dat we helemaal niet bij u mee wilden? We stonden op een jeep te wachten. Nou, zei ze, dat vinden jullie zeker ook wel leuk. Ik vind een jeep ook zo leuk. Ik heb in Utrecht in een jeep gezeten bij mijn man. Ze zei ook niet Prins Bernhard, was mijn man en mijn kinderen. En ik heb daar in die jeep door Utrecht gereden. En mijn man is in uniform. En die zei, ja, ik ga dadelijk op de bon, want ik zit nu met een burgerjuffrouw in de jeep. En ja, toen heeft ze ons een heleboel gevraagd wat wij eigenlijk beleefd hadden, want wij kwamen echt uit dat sperrgebied. Dat begrijp ik, want de koninklijke familie was altijd buitengewoon geïnteresseerd in wat er met ons achterblijvers gebeurde. Toen wij dus vertelden van die razzia's en de bombardementen. Zij zei ook, dat heb ik me niet kunnen indenken. Je hoort die verhalen wel, maar nu spreek ik twee meisjes die dat helemaal aan de lijf ondervonden hebben. Hij was natuurlijk een van de eerste. Wij waren een van de eerste die zij kon spreken. Want, toen ging de reis dus heel snel, toen kwam ze in Tilburg. En wat zei ze toen? Nou, moet u uitstappen? Oh nee, maar er was nog wat. Willen, mag ik dat nog even vertellen? Ik weet niet, moet niet te lang duren. Ja, want het was zo leuk. Zij zei, na alle leuke dingen die we dan nog wel gehad hebben, ik ga jullie iets leuks vertellen. Ik kwam bij Nijmegen aan en voor de brug moest ik stoppen en ik moest daar mijn pas laten zien, want daar was een controlepost. Niemand kon daar zomaar door. En die militair nam die pas aan en die keek daar eens in. Die keek haar helemaal niet naar haar. Mm. En die zei, bladerde wat in en toen zei hij in het Engels, are you British? En de prinses antwoordde in het Engels, no, I'm not British, I'm Dutch. En hij kende haar nog niet, hij deed die pas weer dicht. En hij klapte die dicht, hij gaf die aan haar. En ineens zag je wie het was. Ja. Hij werd knalrood natuurlijk.
En hij sprong in de houding en hij salueerde, maar toen was de wagen al voorbij. Ze zei, ik heb nog wel achter door het raampje gekeken. Hij stond daar nog altijd. En is het waar, zoals u tot besluit uw eigen brief besloot, dat de toen nog prinses Juliana u ongeveer helemaal tot huis heeft gebracht? Ja, ze wilde niet dat we uitstapten in Tilburg. Ik breng u thuis, zeg maar, aan de chauffeur waar u moet zijn. Nou. En toen zei Ruby, zouden we een handtekening durven vragen? Dat zeiden we zo zachtjes tegen elkaar. En Ruby vroeg het ook. Ik geloof niet dat ze dat erg leuk vond. Maar ze deed het, ja. En die hebt u nog? En die heb ik nog. Natuurlijk. Die heb ik hierbij. En nu hebt u dit boek erbij. Ja, leuk. En ik ben u zeer dankbaar voor uw leuke herinneringen. Mevrouw Nederveen uit Maastricht. Maar die jonge teruggekeerde prinses werd zelf vorstin in 1948. En toen kwam er een dramatische dag, 31 januari 1980. Toen heel Nederland werd opgeschrikt met het bericht dat de koningin zich tot het Nederlandse volk zou richten via de televisie. Het hoofd van de NOS-televisie was toen, en tot voor kort geleden, Karel Enkelaar. En dat heeft daar heel wat spannende uren door beleefd. Dat gaat hij ons nu vertellen. Karel Enkelaar. Ik kan me zo voorstellen, Karel, je zit achter je bureau en dan komt er een telefoontje van wie, weet ik eigenlijk niet. Van de RVD misschien? Nou, de feiten waren dat het was een donderdagmorgen, we hadden onze normale kleine stafvergadering. En er kwam een telefoontje van de secretaresse van Erik Jurgens, de voorzitter, toenmalige voorzitter. En ze zei, Erik vraagt of je over een uurtje ongeveer bij hem kunt zijn. Dat klinkt heel normaal, maar dat was eigenlijk een hele bijzondere vraag, want hoewel er een hele normale verstandhouding was tussen de voorzitter en mij, in die positie was er geen hiërarchische verbinding in de programmasfeer. Dus als Erik en ik elkaar moesten spreken, en zeker van Erik vraagt of je over een uurtje bij hem kunt zijn, toen dacht ik, er is iets bijzonders. Ik snuffelde iets, maar ik wist het nog niet. En toen zei ze, ik zei, nou oké, dan ben ik om 12 uur wel bij Erik. Ja, zei ze toen, dat komt goed uit, want dan is Erik ook net terug uit Den Haag. Dus ik snel flitsend alles bij elkaar optellen. En ja, ik had enige ervaring in dit vak. En ik dacht bij mezelf, dan kon ik intreden af. Het was ook ongebruikelijk om deze abdicatie via de televisie bekend te maken, hè? Nou, we hebben niet zoveel koninginnen gehad die de kans hadden om het... Dat is waar. Om het anders te doen, denk ik, hè? Het is nog een beetje voor de hand, denk ik. Ja. Ik kan me niet goed... Ik ben geen koningin geweest, maar ik kan me dat wel voorstellen. Maar het moest geheim blijven. En bovendien hadden Van Acht en Erik Jurgens ook al zo'n beetje gefilosofeerd hoe het dan moest worden. Ze zei, kijk, dat moet dan in het journaal van 8 uur. En de koningin zou het op het paleis doen. We wisten nog niet precies of er een vocaal of een instrumentaal Wilhelmus achteraan moest komen. Ik zei, waar zijn jullie eigenlijk mee bezig geweest daar in Den Haag? Zou dat niet aan ons overlaten? Ja, zei Erik. Ik heb ook al tegen Dries gezegd, we zijn eigenlijk maar amateurs. Laten we het maar aan de mensen in Hilversum overlaten. Ik zeg, want kijk, als wij het journaal dat gaan uitzenden, het journaal wordt uitgezonden op 1net. Ja. Dan moet de ene helft van Nederland de andere helft opbellen om te vertellen dat bij geruchten de koningin aftreedt. Ja. Dat kan natuurlijk niet. Bovendien, voor het journaal zit de reclame van de ster, Loekie de Leeuw en Zeepoeier. Je kunt er niet met Loekie de Leeuw en Zeepoeier beginnen de koningin laten aftreden. Ja, dat zag iedereen in. Dus nou, toen zijn de vakmensen bij elkaar gaan zitten. Het probleem was dat het geheim moest blijven, terwijl de koningin besloten had om het op Soestdijk te doen. Indien de koningin naar de studio zou zijn gekomen, hadden we het wellicht redelijk geheim kunnen houden. Ja. Maar bij Soestdijk moet de straalverbinding komen, moet de toren komen. Ja. En de plaatselijke correspondent van het ANP belt onmiddellijk door naar Den Haag. Er komt hier een straalverbinding bij het paleis. Een reportagewagen, videocrew. Ja, natuurlijk. En nou, toen waren jullie, neem aan dat technisch goed geregeld is. Maar toen zat de toen nog koningin achter haar bureau of achter de microfoon. En sprak zij toen in één ruk haar afscheidstekst? Ja, je hebt er geen zendtijd genoeg voor wat er allemaal gebeurde. Het is de langste dag in mijn leven geworden, want er gebeurde van alles. Den Haag, de pers, die kwam, werd helemaal gealarmeerd. Maar goed, ik begrijp dat de AVO al die zendtijd niet heeft. Ik ben toen naar het paleis gegaan. En de marechaussee die zei, weet u waar hij wezen moet? Ik zei, nee. Hij zei, nou, bij de blauwe container. Ja. Ik zei, bij de blauwe container? Is de koningin er aan het inpakken of zo? Nou, ik vond dus die blauwe container, ben door de bibliotheek binnengegaan. Daar stond Pieter van Vollenhoven, daar stond de heer Van der Hoeven, de secretaris. Allemaal heel aardig en vriendelijk. Ik werd daar begroet. En in de hoek was
Dat zag ik op de rug van een oudere dame. Die was daar met een tafel aan het sjouwen en zo. Ik dacht, dat is zeker de hulp die hier wat klaar moet maken of zo. Toen hoorde ik een stem die zei, kan iemand even helpen? Toen dacht ik, pardon, maar dat is het staatshoofd. Dus ik heb het staatshoofd toegeholpen om die tafel maar even de kant te zetten. En toen nee, toch? Ja, dat doen staatshoofden soms. Daar wil ik straks iets over zeggen, nou, hou vast. Maar toen zei ze, is het al uitgelekt? Nou, er zijn hier en daar wat geruchten, majesteit. En er is al een biografie van u aangeboden door het agentschap Visnieuws. Waarop ze zei, dat is toch niet die maatschappij die film heeft gemaakt die zegt dat ik de rijkste vrouw van de wereld ben. Ik zei, nou, majesteit, ten eerste weten we dat het niet is. En ten tweede is die maatschappij niet. Nou, bovendien heb ik een groot genoegen, kan ik u groot genoegen doen, zei ik. Want er was altijd natuurlijk een bepaald spanningsveld tussen het Koninklijk Huis, leden van het Koninklijk Huis en de Rijksvoorlichtingsdienst. Dat is waar in alle vriendelijkheid, maar er waren toch altijd beperkingen. En ik zei dus tegen de ontdekkende dat niemand van de RVD daar was. En ik dus eigenlijk alle functies van het vaderland bij elkaar moest vervullen op dat moment. Zei ik, ik kan u groot genoegen doen om te zeggen dat zelfs meneer Gijs van der Wiel, de hoofddirecteur van de Rijksvoorlichtingsdienst, het per wereldomroep vanavond zal moeten horen, want die zit op een boot bij de Bahama's. Ja. Waarop ze zei, vindt u dat nog geen voorrecht van een oude vrouw? Ik zei, ja, majesteit, dat vind ik ook. Toen zei ik, waar wilt u gaan zitten? Of moet ik me ophouden nou? Ja, wat de tijd betreft wel, maar ik vind het ontzettend boeiend. Ja, ik heb al niet afgetreden, ik moet er laten aftreden dan. Ja, maar ik heb dus al eerder gewoon aan je gevraagd van, ze moest een boodschap uitdragen naar het volk. En deed ze dat uit haar hart of snel? Daar kom ik op. Dan moet je meneer Wallis de Vries iets meer zendtijd vragen, zit toch in de zaal. Kijk. Ik zei tegen de koningin, waar wilt u gaan zitten? Toen zei ze, daar op die bank, of vindt u dat niks? Ik zei, nou, ik vind het een mooie bank en ik zag in één flits dat daar een grotere koperen kooi achter stond met een papegaai. Toen dacht ik, ik heb nog nooit een troonsafstand moeten uitzenden, maar met een papegaai erbij lijkt me volgens protocol er niet bij horen. Dus ik zei, majesteit, vindt u die papegaai wel zo geslaagd? Toen zei ze, wat is zo'n leuk dier? Ik zei, ja, dat... En toen werd ik ineens heel angstig. Ik zei, praat hij misschien ook? Ze zei, ja, heel trots. Zei ze, trouwens, hij praat ook. Ik zei, majesteit, krijgen we de kans dat we uw toespraak twee keer horen soms. Toen zei ze, nee, maar ik heb mijn tekst niet. Oké, om het kort te maken, we hebben dat dus allemaal goed geregeld. Op het moment overigens dat majesteit dan klaar stond. En ik moet erbij zeggen, kijk, ja, dat zal ik straks zeggen. Majesteit gaat zitten, nee, wilde gaan zitten. Op dat moment springt Zara de hond op het warme plekje waar onze stand-in had gezeten. Ik denk, nou, de koningin zal toch zelf wel die hond van die stoel afdoen. Ja. Nou, dat deed ze ook, maar ze pakte hem op schoot. Toen dacht ik, troonsafstand, papegaai, een hond. Kan nooit de bedoeling van de Nederlandse staathuishouding zijn dat het zo geregeld is. Dus ik zei, majesteit, vindt u die hond wel zo geslaagd? Toen zei ze, hij is zo lief, hè, Sarah? Ja, Sarah was lief. Goed, de vrouw Roel heeft me daar redelijk bij bijgestaan, dus die heeft die hond weggelokt en zo konden we gaan uitzenden. En nou komt het wat jij kennelijk vroeg. Ja. Wat mij met het geld voor al die, hoeveel, 30 jaar dat ik daar bij die televisie heb gezeten en dus vele malen, omdat het NWS-programma nou helemaal aangewezen was, nationale evenementen uit te zenden en ik die contacten had. Wat mij, als ik dat zo overzie, treft, is dat bij die voorbereidingen het allemaal heel huiselijk, gezellig, gemoedelijk toeging, menselijk. En ze zeggen, ja, oké, koningin is ook een mens, tuurlijk, dat weten we. En we weten dat ook een koningin niet de hele dag fragmenten van de troonrede staat te declameren in de huiskamer. Maar dan ging het zo van, wilt u nog een kopje thee? Ja, een kopje thee. En dan vijf seconden later moest die camera in. Landgenoten. En dan zag je wat gebeuren. Dan zag je dat een huisvrouw, een moeder, plotseling staatshoofd werd. Dan ging er een knopje om, ja. Zag ik. Landgenoot. En dat vond ik fantastisch. Ik zat daar ademloos naar te kijken. Bij prins Bernhard was dat minder, want die zei, laten we de whisky maar even neerzetten en dan maar beginnen. Het ging een beetje zo in dezelfde golflengte door. Maar de koningin die moest kennelijk omschakelen even. En ja, dat kan te maken hebben met karakterstructuur. Kan ook te maken natuurlijk met het feit dat prins Bernhard geen staatshoofd hoefde te zijn. Nee.
En dat was Juliana dan toevallig wel. Ik vind het een fantastisch verhaal en ik weet dat er nog veel meer details aan vastzitten. Je hebt het eens een keer meesterlijk geschreven in AVRO-Bode Televisie. Ik heb het bewaard en uitgescheurd. Maar ik geloof dat we dit gesprek niet beter kunnen beëindigen dan nog met een fragment van die abdicatietoespraak van Hare Majesteit Koningin Juliana. Landgenoten. Het is op deze avond dat ik alle Nederlanders een mededeling wil doen. Deze avond van de verjaardag van onze dochter Beatrix. Bij iedereen die oud wordt, doet vroeger of later het nuchtere feit zich voor dat de krachten gaan afnemen en dat zo iemand zijn taak niet meer kan volbrengen als voorheen. Dan komt er een moment dat het ook niet meer verantwoord is die langer uit te oefenen. Zo voel ik dat voor mij het ogenblik nadert mijn taak als uw koningin neer te leggen. Ja, en daar zaten wij allemaal te kijken, min of meer geschokt. Karel, ik ben je heel dankbaar voor je komst, voor je verhaal van de achtergrond van dit unieke televisiefragment. En ook voor jou uiteraard het boek met de Gouden Jaar. Dankjewel. Voor wie het ongetwijfeld ook een spannende dag was, die 31ste januari 1980, was onze toenmalige minister van Binnenlandse Zaken. Hij is tegenwoordig commissaris van de koningin in de provincie Friesland. Hij zit ook in het comité ter aanbeveling van het nationale geschenk. En hij is hier aanwezig, de heer Hans Wiegel. Enkelaar heeft verteld over de televisiekant daarvan, maar hoe ging het in het kabinet of in Den Haag? Nou, het gebeurde voor het kabinet eigenlijk pas na die 31ste januari natuurlijk. Want heel weinig mensen wisten ervan. En vele ministers hebben het ook pas op de televisie gezien. En toen moest het in een paar maanden worden geregeld. Nou, dat betekent natuurlijk heel wat voorbereiding, want er gaat nogal wat bij kijken. En nogal wat probleempjes ook, maar over het algemeen is het, dacht ik, heel erg goed gegaan. En wat voor mij eigenlijk zelf het meest plechtige moment was, dat was de abdicatie van de koningin en het aantreden van de nieuwe koningin. Het paleis op de Dam, waar alle ministers bij waren. Zo'n moment vergeet je natuurlijk je hele leven niet. Nee, maar die 31ste januari, zegt Enkelaar, was Dries van Acht wel in het complot en u niet? Iets later. Toch? Iets later, er moet verschil zijn tussen een premier en een vicepremier. Maar dat is dus allemaal mooi gelopen. Dat was één kant van de zaak. Qua arbeid als minister van Binnenlandse Zaken maakte het betrekkelijk weinig verschil, of was die inhuldiging een groot karwei? Dat was best een groot karwei natuurlijk. Ja, voor de minister zelf misschien ook wel een beetje, maar natuurlijk voornamelijk voor de ambtenaren die terzijde moesten staan. De dag zelf moest worden geregeld. En alles moest natuurlijk keurig, conform de grondwet, de wet ook geregeld worden. Daar kwam wel wat bij kijken. Dus een paar topambtenaren zijn maanden vrijgesteld om dat allemaal vlekkeloos te laten verlopen. En afgezien van nogal wat perikel op die dag zelf, dat weten misschien de kijkers ook nog wel, is in ieder geval verder die dag goed gegaan. Ja, maar mag ik u wat inschenken van deze campagne? Een vraag die menigeen toen heeft gesteld en ook nadien nog wel, is waarom dat voor een groot deel in Amsterdam plaatsvond en niet in Den Haag. Ik geloof dat ik daarmee een open deur intrap, maar ik zou graag uit uw mond willen vernemen hoe dat zo is geregeld. Nou, kijk eens, Amsterdam is de hoofdstad van het Koninkrijk. Hè? Dat is zelfs nu, heel letterlijk nog eens, bij de laatste grondwetswijziging is dat bevestigd. En het zou toch wel, ik denk ook tegenover Amsterdam, en ten opzichte van de Amsterdammers, de goedwillende Amsterdammers, onjuist zijn geweest om vanwege vrees voor mogelijke ordeverstoringen te zeggen, we wijken uit. Ik denk ook dat het helemaal niet past in de opstelling van de Oranjes om uit te wijken voor zoiets. Maar het was natuurlijk wel vervelend en er zijn allerlei nare dingen ook gebeurd. Maar gelukkig is alles, en het is nu allemaal veel rustiger weer in Amsterdam, is alles natuurlijk toch op zijn pootjes terechtgekomen. Ja. Dat wat betreft uw aandeel in die periode, nu alweer 7 jaar geleden. Maar nu hebt u naast uw dagelijks werk in Friesland ook zitting in dat comité, hè, om gelden bijeen te zamelen voor een nationaal geschenk aan het Gouden Paar. Ja. Hoe loopt dat? Dat loopt redelijk, alleen er moet nog iets bij komen.
Hebt u dat Giro-nummer ook in beeld? Ja, zeker. Daars, dat, of, dat komt nu wordt meteen dat in vertoond? Oh, ja, zonder twijfel. Ik heb het op een papiertje opgeschreven, dus ik zou het nog kunnen noemen ook. Ja, ik heb het hier zelfs onder uw microfoon Kijk gelegd. Kijk eens aan. Dat Comité Nationaal Geschenk, Postgiro. Kijk even in de camera, zoals ik dat vroeger ook nog wel eens een keertje deed. Postgiro 3650. En bankrekening 70 70 70 287. Daar kunnen de mensen geld op overmaken. We zitten nu tegen de 2 miljoen. En eigenlijk is het mooie, vind ik zelf, van dit geschenk. Het is een geschenk niet voor de prins en voor de prinses zelf. Nee. Maar ze hebben twee zaken uitgekozen waar ze met dat geld wat goeds voor willen doen. En ik denk dat ongetwijfeld heel veel Nederlanders die feestdag voor prinses Juliana en prins Bernhard nog feestelijker willen maken dan die ongetwijfeld al zal worden. Kortom, een beetje geven nog. Ja, prinses Juliana bestemt haar geld voor gehandicapte mensen. Ja. Prins Bernhard aan de dieren. Uiteraard, zou je zeggen. Ja. Ja, bijna uiteraard. En ik hoop, meneer Wiegel, dat u evenveel succes zult hebben als u als minister hebt gehad en thans als commissaris van de Koningin en als partijleider van uw politieke partij. Daar ben ik niet meer, daar ben ik niet meer. Nee, gehad hebt, toen, zei ja. ik. Ja, nee, ja, dat zat goed in elkaar. Ja. Als lid van het Comité Nationaal Geschenk. Dank u wel. En dan hoop ik dat er nog heel veel binnen zal komen. Dank u wel, meneer Duijs. Hartelijk dank voor uw komst. Heel graag gedaan. Ja. Ja. Die inzameling die gaat net zoals bij de AVRO in rayons en die zijn verdeeld en overal heb je rayonhoofden. Het is wel aardig om aan een drietal daarvan te vragen hoe het nu loopt met die inzamelingen. Daartoe gaan we eerst eens eventjes naar de provincie Zuid-Holland, naar de zeer prominente Dolf Brouwers. En hier is dan Zuid-Holland. Nu vraagt u zich natuurlijk af hoe het hier gaat. Dat zal ik u vertellen. Fantastisch! Dat wou ik even zeggen. Veel ja. geld dus, veel geld. Hartelijk dank. Dank u wel. Leuk. Maar aan Dolf, of eigenlijk Jeff van Oekel wil ik dan ook vragen. Hoe staat hij zelf tegenover Oranje? Ja, daar heb ik eigenlijk nooit zo over willen praten, meneer Duijs. Maar ik heb er natuurlijk prachtige ervaringen in meegemaakt. U weet, ik ben vroeger kapper geweest in Den Haag. En daar heb ik diverse bekende, hooggeplaatste personen kunnen knippen. En dat vond ik prachtig, begrijpt u wel. Ook bijvoorbeeld de vader van Wim Kan, u weet wel, minister destijds. En die heeft toen voor mij gezorgd dat ik ook één keer op Paleis Soestdijk heb mogen knippen. Nou, ik moet u zeggen, ik ben daar 2 dagen bezig geweest, want er moest wel wat van af, hoor. Maar na afloop was de koningin zeer opgetogen en zij bedankte mij hartelijk. En zij fluisterde mij in mijn oor, jawel, ja. Wij hebben nog nooit zo'n mooie heg gehad. Reeds. Wij gaan over naar de provincie Utrecht, naar Griet Titulaar. Kan je het een beetje bijbenen? Nou Willem, het is heel erg moeilijk op het ogenblik, want de giften gaan hier gestadig door. Zelfs zo hard dat de computers het eigenlijk niet meer bij kunnen houden. En dat we moeten zijn overgegaan op een totaal ander systeem wat pas is ingevoerd via Japan. Dat is het zogenaamde Counting Wyndham System. En dat is dit apparaat. Het is werkelijk geweldig. Het werkt nog veel sneller dan een computer. Ik zal het even op camera zetten. Willen wij bijvoorbeeld weten hoeveel 2 plus 2 is, deze mag niet mee, dan zien wij dat dat binnen de kortst mogelijke tijd de uitslag geeft van 1, 2, 3, 4. Van 4. En willen wij vermenigvuldigen, dan kan dat ook. Bijvoorbeeld 2 maal 2, dan zien we dat dat al reeds gebeurd is. Het apparaat is bijzonder handig, zowel voor links- als voor rechtshandigen. En willen we het wissen, is dat ook zeer eenvoudig. Dan gaat dat op deze manier. En het apparaat is weer kant en klaar voor gebruik. Toen men mij dan ook vroeg of er in Nederland een markt voor is, toen heb ik gezegd, wel zeker, de rommelmarkt. Dank u wel.
En tenslotte gaan wij van Utrecht naar Zeeland, waar wij Barry Stevens aantreffen, het bekende jurylid van de Playback Show. Hallo Willem, dames en heren daar in Singer. Hartelijk welkom in Zeeland. Het gaat hier heel erg goed, Willem. Het is jammer dat we een beetje laat zijn ingeschakeld. Want er is hier zojuist de geweldige optocht geweest van de Majorette Corps. Allemaal Zeeuwse meisjes kwamen hier voorbij. Heel erg goed met een prachtige choreografie. Dat is werkelijk uren en dagen werk geweest om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik moet daarvoor een hele hoge puntje geven. En ik geef daarvoor een 8. De inzameling gaat heel erg goed. Dus ik zou tot iedereen willen zeggen, er kan nog meer bij. Dus vooral doorgaan. Tot ziens. Nou, u hebt het natuurlijk allemaal herkend, het stemmenwonder, de onimiteerbare Robert Paul. En daarmee is dan tevens de sluier opgelicht van het geheim van ons eerdere gesprek met Paleis Soestdijk. Dat had u inmiddels wel begrepen. Nou, zult u zeggen, ja, je hebt die vissen weer meegebracht. Dat is wel aardig, maar je had altijd andere dieren in de vuist, van krokodillen tot kamelen, leeuwen, tijgers en wat iets meer zijn. Nou, ik dacht, kijk, zo'n leeuwtje, dat trekt mij aan. En we hebben er 3 in ons nationale wapen. Ik ga er eens even naartoe. Dat is mooi. Dat is mooi. Maar ik wil toch liever een levend leeuwtje aan mijn borst koesteren. Ik ben zelf een leeuw, dus. Kom maar. Kom, nu zo gek. Nu zo gek. En mijn tijd niet gehad, joh. Moet je eens luisteren. Hoe heet jij? Is jouw baas er ook? Nou, komt u er even bij. Van Dierenpark Amersfoort, dames en heren. Heel leuk. Vreselijk lief. Hoe oud? 7 weken oud. Oh, dat is nog... Wanneer worden ze een beetje gevaarlijk om weer te stoeien? Nou, normaal is het zo. Dit is er een van een nest van 3. En de 2 anderen die zitten bij de moeder. En die hebben we vanmorgen een spuitje gegeven voor de kattenziekte. Dat ze daar niet ziek van worden. Maar dat zijn al echte jongelui die je niet meer zonder handschoenen aanpakt. En deze, hoe heet hij? Tandjes? Hij heeft ook al tandjes. Bij die? Nou, meestal niet. Kijken. Hoe is het met je? Hallo. Ja, ja. Vind je het leuk? Ja? Hij is vreselijk lief, hè? Die lekkere poten. Lekkere poten. Oeh, die zou ik mee willen nemen, maar je houdt ze niet zo klein, hè? Nee, het is de bedoeling dat hij weer ook volgende week weer terug bij zijn moeder gaat met de groep. Wat drinkt hij, melk? Hij drinkt nog melk en sinds 2 dagen eet hij ook wat vlees. Ja, drinkt u ook melk of wilt u een glaasje sinaasappels? Nou, daar kom ik zo wel op terug. Ja, oké. Dan geef ik hem u weer mee. De Nederlandse leeuw. En het boek. Ja, dames en heren, dan was er een ander zeer historisch moment in het leven van prinses Juliana en prins Bernhard. En dat was toen onze voormalige vorstin haar 70ste verjaardag vierde. Er werd ook een film gemaakt, Juliana in 70 bewogen jaren. En die viering die vond gedeeltelijk voor de televisie plaats in een werkelijk gedenkwaardig programma. Destijds gepresenteerd door Jos Brink. En zoals u zich wellicht nog zult herinneren, het was 8 jaar geleden dus, had Jos Brink de euvele moed om Hare Majesteit te kussen. Nou, dat fragment gaan we nog even kijken. Majesteit, we hebben een volle bak, 2000 mensen in huis. Wat fijn dat u een kaartje hebt kunnen krijgen. Ik zal hem maar voor u vasthouden, want het is een verschrikkelijke zware boes. Ik had een klein boeketje besteld, vergeet me nietjes of iets dergelijks. En het is een beetje groter uitgevallen. Lieve koningin, het is een beetje moeilijk moment voor mij, dat zult u begrijpen. We kennen elkaar alleen maar van de televisie. En weet u, maar het is voor u ook een ingewikkeld moment, want het is ons bekend dat u er niet van houdt om gehuldigd te worden of in de hoogte gestoken te worden, gevierd te worden. Persoonsverheerlijking, dat is u vreemd. En dat is natuurlijk een uiterst sierlijke karaktertrek. Maar ja, u bent nou 70 jaar geworden. En dat goed, maar
Dat hopen we dan toch allemaal van harte, nietwaar? En nou worden er tienduizenden mensen, miljoenen mensen worden er 70 jaar. En als ze dat in goede gezondheid bereiken, is dat alleen maar iets om gelukkig mee te zijn. Maar u moet begrijpen dat wij het alleen maar aanpakken om een aantal dingen hardop te zeggen die we eens een keertje kwijt willen. Want wij zitten hier nou met 2000 onderdanen, zoals dat officieel zo aardig heet, al even lang. En u bent toch de bovendaan dan. Dat houdt, dat houdt het officieel in natuurlijk. En, we hebben dus een soort van programma voor u samengesteld. Dat leg ik u allemaal nog uit. Ik wilde alleen maar zeggen, lieve koningin, we houden allemaal vreselijk veel van u. Waarom, dat zal iedereen begrijpen. Heel, heel hartelijk gefeliciteerd. En blijf nog lang bij ons. Laten we daar maar mee beginnen. Dan. Ja. Dank u. Hij is zo zwaar. Het is zo moeilijk. Ik zal hem even in de vaas zetten. Vindt u dat goed? Of ik leg ze hier neer. Dat is ook mooi. Ja, dat was Jos Brink. 8 jaar geleden. En hij is er nog altijd. En hij is hier vandaag, vanavond aanwezig in Singer. Jos Brink. Zo. Wat gek, hè? Vond je het leuk om dat terug te zien? Ja, dat is heel gek, ja. Ik herinner me, het werd opgenomen, hè? En ik heb dus niet durven kijken naar de uitzending. Ach. Ik heb het pas een jaar daarna gezien. Denk ik? Ja. En toen stierf ik van de zenuwen. En toen was het toch al een jaar geleden. En toen had je inmiddels al de televisiering gekregen voor je presentatie van Puzzeluur. Ja. Maar om op die kus terug te komen, want het is toch een heel waagstuk. nou. Nou, was het zo dat iemand tegen je zei van tevoren, wedde dat jij dat niet durft? Nou, ik had een klein gesprekje vooraf met onze beide vriend Gerrit en Braber. En ik heb de mogelijkheid voorzichtig overwogen bij mij thuis in het opkamertje. En toen ik er stond, dacht ik, oh, dat durf ik vast niet. Maar de koningin is, het is net mijn moeder. Mijn moeder heeft dat ook. Dat wat nerveuze wegkijken en die rimpels en dat lieve en dan toch de baas zijn, begrijp je? En toen dacht ik, ik doe het wel. En na afloop heeft ze toen een vingertje geheven, of nee, niet? Nee, ze was leuk. Ja? Ja, ja, vond het leuk. En wat zei Prins Bernhard ervan? U kust mijn vrouw, zei hij. Ja, dat was evident. Ja. Ik geloof dat ik de allereerste onderdaan ben geweest die dat kunstje geflikt heeft, denk ik. Ja, en ja, die niet onderdanig zich tot het vorstenhuis. Ja, maar daar word je ook gek van natuurlijk. En daar wordt de koningin ook, dat in vakkringen heet dat oranje kwijl, hè? Oh. Al die mensen die van majesteit, en mensen praten zodanig dat majesteit het zelf niet meer verstaat. Dat moet je niet doen. De oranjes hebben een vak. Dat is staatshoofdwezen en oranjewezen. En dat vak, daar zijn zij toe opgeleid. Dat doen ze zeer voortreffelijk. En zij zijn het hoofd van een aantal, mag ik hopen, normale mensen. En die mensen moeten gewoon normaal blijven doen. Met alle eerbied voor het ambt. Zoals je toen ook met die prinsen hebt gestoeid, zou ik nou zeggen. Verbaal. Ja, nou, kleine kindertjes waren dat natuurlijk. Ja, nou, toch leuk. Ja, ze hadden kindertjes nog. Nou, ik vind het leuk dat je deze anekdote nog eventjes extra kleur hebt gegeven. Jos, je gaat straks ook nog zingen met ons. We hebben een heel stuk van je show gezien. Ja, dat hoop jij. Nou, daar ben ik heilig van overtuigd. Maar ik wou het nu even hierbij laten, als je het niet erg vindt. Om dat gewone van het vorstenhuis nog eens extra tot uitdrukking te brengen in een filmfragment van Bert Haanstra's Alleman. Daarin kun je zien hoe een statieportret tot stand komt. Dat was vroeger meestal de Haagse fotograaf Zichler. En al sinds jaar en dag is dat Max Koot. Maar hoe het nu precies gaat, dat werd getoond eind 1960... in een film van, nou, eind 1950, denk ik, van Bert Haanstra. Een scène uit Alleman. Ja,
Ja, dat is de eerste sector. Ja, even hier, ja. Prachtig. Zo. Kijk dan even zien, hè. Mijn meisje heeft erg ernstig. Ja. Mag ik even met. Ja, dat is een half centimeter. Ja, zo. Ah, nee, dat is niet goed. Misschien nog eentje dat het koninklijk van elkaar aankijkt. Was dat in de wacht? Ja, mami, ja. Ja, even stil, ja, zo. Mami, kijk jij ook even serieus? Ja, kijk ook. Kijk even allemaal hier, ja, zo, ja. Ja, die was goed, geloof ik. Dat is moeilijk. Dit is mooi, zo. Ja. Ja, een kostelijke scène. En u zult het mij hopelijk niet euvel duiden, prins Bernhard, koningin... Nee, prinses Juliana. Als ik mij aan bijna het slot van deze bijzondere vuist... de 171ste, 17e jaargang, speciaal tot u wend. Ik denk dat u nog weer even geglimlacht hebt... bij deze beelden van Bert Haanstra. En dat u zich misschien nu afvraagt... hoe stopt hij nou met dat programma, hoe eindigt hij? Ik moet u zeggen, ik zal vanavond het Wilhelmus niet aanheffen. Want we hebben een nog leuker lied misschien wel... Dat is op muziek van Toon Hermans, diens beroemde 24 rozen. Daar heeft Marco Peters een nieuwe tekst op geschreven. En die wordt vertolkt als een machtige muzikale apotheose van dit programma... door het voltallige Urker mannenkoor, het voltallige vrouwenkoor uit Scheveningen van de Vissersvrouwen... en vijf van Nederlands meest geliefde vocalisten. Therese Steinmetz, Rob de Nijs, Sandra Remer, Jos Brink, Willeke Alberti en... ondergetekende als laatste en amateur. En met die woorden neem ik alvast afscheid van u. We krijgen nu de finale van deze 171ste vuist... die echt boordevol oranje zat. Daar gaan we. Music, maestro, please. Ruime kamers in een wit paleis, 45 keren officieel op reis, vier keer samen blij met een prinses, 40 keer verkleumd op het bordes en 14 kleine fotolijstjes op de schouw. En 50 jaren samen in touw. Zeventien lakeien met een kuitbroek aan. 18 keren zwaaien naar een onderdaan. 19 ministers met een steek. 7 verse anjers in een week. En 15 miljoen fans van Goes tot Curaçao. En 50 jaren samen, 50 jaren samen. 50 jaren samen in touw. La 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 la. Duizend handen schudden bij een staatsbezoek. 40 keer verrast zijn bij een krentenkoek. 18 formateurs over de vloer. 30 fotografen op de loer. En 7 vlaggen wapperend in rood, wit, blauw. 50 jaren samen, 50 jaren samen, 50
50 jaren samen in dag. Twee enorme stoelen in een ridderzaal. Zeven lieve blikken van de prins gemaal. 20 maten lieve straf van liefst. En één keer een kus van een artiest. 40 titels en toch doodgewoon, mevrouw. En 50 jaar samen. 50 jaar samen. Keer een toespraak in het Duits of Frans, 16 keer genieten van een klompendans, 70 juwelen in een kroon, 7 dagen werken was gewoon, 10 keer van een kabinet de eed van trouw, maar 50 jaar staan. Meer besproken in de vuist. Eenmaal zong de presentator onbesuist. Staande het Wilhelmus bijna uit. Eén keer dus een koninklijk besluit. En steeds die vissen in de kleur waar ik van hou. En 50 jaar samen. Allemaal
thuis bij Avrotros.